U heeft gestudeerd ooit in Leiden. We zijn eens eventjes wezen kijken of hoe de mensen daar zich u nog herinneren. Ook mensen van nu. Dus we zijn gewoon, hebben een foto gepakt. Volgens mij die van de FIFA. Even gekeken wat de mensen zeiden. Nee, ik weet het echt niet. Autoverkoper? Schoonmaker? Of politicus of iets in de keuken? Filmster? Is dat niet een kok ergens? Het zal wel een romantische film zijn, zoals ik dat zo zie bij dat koppie. Ja, Wopke Hoekstra, mijn voorganger. Zeer goede minister, past goed op onze centjes. Hoi. Ik zou sowieso niet zomaar mijn portemonnee geven. Dit is wel een van de mensen bij wie ik dat wel, aan wie ik dat wel zou toevertrouwen, ja. Mijn geld? Ja. Oh. Blindelings. Dan wil ik wel zijn adres en zijn telefoonnummer hebben. Dan kan ik hem krijgen. Ik trouw wel mijn leven toe, denk ik. Ik denk dat hij het wel goed deed bij de vrouwen. Misschien een rokkenjager. Volgens mij kun je een goede borrel met hem drinken. Hij heeft zich de drankjes en de horeca van Leiden laten welgevallen. Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Nou, hoe is het mogelijk? Ik ken hem niet. Nou, ik wil wel eens een avondje met hem aan de tafel. Lijkt me wel gezellig. Ik zei een kok. Ja. Ik vond het van die romantische film eigenlijk nog veel. Ja. Ik zal dit fragment nog bij jullie opvragen.